De toekomst van de pensioenen blijft in ons land een heet hangijzer. Met verschillende maatregelen probeert de regering de betaalbaarheid van het wettelijke pensioenstelsel te verzekeren. Tegelijk vragen velen zich af wat ze zelf kunnen doen om na hun pensionering een comfortabel leven te kunnen leiden. Ik praat er vandaag over met Charles de Peñaranda van NN. Meneer de Peñaranda, welkom. Ik neem aan dat jullie ook vaak vragen krijgen van klanten over de toekomst van de pensioenen. Wat raden jullie dan eigenlijk aan? Ja, inderdaad. Dat is een pertinente vraag die wij ook vaak krijgen. Want de wettelijke pensioenen komen vandaag al niet toe om een comfortabele levensstijl te garanderen. Klanten moeten op zoek gaan naar aanvullende inkomens om de maand probleemloos te kunnen rondkomen. En daarbij raden wij aan om eigenlijk een heel eenvoudige berekening te maken. Wat heb ik van inkomsten? Welke zijn mijn uitgaven? En het verschil daartussen is eigenlijk ofwel spaarcapaciteit ofwel de behoefte aan een aanvullend inkomen. En anderzijds moet de klant ook een totaalbeeld krijgen van de beschikbare kapitalen. En ik denk daarbij bijvoorbeeld aan kapitalen belegd in beleggingsfondsen of pensioensparen, gewoon sparen, groepsverzekeringen enzovoort. En pas dan zal de klant echt een volledig overzicht van zijn financiële situatie hebben en kan dan aankloppen bij een financieel adviseur om een passend oplossing te vinden op zijn eventuele nood voor een aanvullend inkomen. Ja, want de meeste mensen bij ons die sparen al voor later. Belgen zijn kampioenen in het pensioensparen bijvoorbeeld. Waarom moeten we dan toch nog nadenken over dat aanvullend inkomen? Verandert er dan zoveel? Wanneer wij vragen aan onze klanten hoe zij het moment van op pensioen gaan zien, dan beschrijven zij het meestal als een periode waar ze eindelijk tijd hebben om te doen wat ze graag doen. Centraal staat hier dus behoud van levensstandaard. En daarbij is het goed beheren van de financiën absoluut essentieel. En hoe ziet u dan de rol van de verzekeraars hierin? Wij denken dat de verzekeraars in België een grotere rol moeten spelen om passende oplossingen aan te bieden. De vraag naar oplossingen voor aanvullende inkomens zal in de toekomst alleen maar stijgen, naarmate de druk op pensioensystemen ook stijgt. Denk maar aan het volgende. Vandaag is de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en de bevolkingsgroep die de leeftijd heeft om te werken 1-4. Volgens het laatste rapport 2017 van de Studiecommissie voor Vergrijzing zal dit coëfficiënt evolueren naar 2,54 tegen 4 vandaag. Dus zoals minister van Pensioenen, meneer Bakelijn, het zelf ook zegt, zelfvoorzien in zijn pensioen is hier echt de boodschap. Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben daar een heel aanbod rond ontwikkeld, maar zijn er ook nieuwigheden op de markt? Vele financiële adviseurs leggen de focus op pensioenopbouw. Maar na pensionering hebben klanten ook oplossingen nodig om het gespaard kapitaal goed te kunnen beheren. NN is bij de weinigen op de markt die heel nadrukkelijk de focus legt op die periode met aangepaste formules. En meer specifiek met levenslang gegarandeerde rentes zonder zijn kapitaal te moeten afstaan aan een verzekeraar, maar die mee evolueren met beleggingsfondsen. Wij zijn er echt van overtuigd dat deze renteoplossingen de toekomst vormen voor een steeds groter wordende bevolkingsgroep van actief gepensioneerden en daarbij ook met heel specifieke behoeften. Charles Peñaranda, hartelijk bedankt voor uw toelichting. En u, dames en heren, bent bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week dinsdag voor een nieuwe Z Insurance. Thank you.